Over het algemeen schijnt de zon de komende dagen uitbundig. Soms zijn er wel wat stapelwolken aanwezig, maar het komt niet tot buien. Er is echter één heel klein addertje onder het gras. En dat is laaghangende bewolking die vanaf de Noordzee af en toe de kustgebieden komt inschuiven. Dat hadden we vandaag bijvoorbeeld ook in een deel van het Waddengebied, zoals hier bijvoorbeeld op Schiermonnikoog, waar wolkenvelden vanaf de Noordzee kwamen opzetten. En boven het warmere land, zelfs van zo'n klein Waddeneiland, begint al de warmte te werken op die bewolking en dan lost het allemaal heel snel op. Maar echt op de stranden was het af en toe echt ronduit grijs. En dat is iets waar we de komende dagen wel even rekening mee moeten houden. De belangrijke gebieden met bewolking en buien die bevinden zich ruim ten zuiden van ons. Bijvoorbeeld hier boven het zuidwesten van Duitsland, het Rijndal. Daar kwamen vandaag ook nog een paar buien tot ontwikkeling. Verder ook helemaal op het randje van de kaart zien we een gebied met bewolking en wat regen voor de Ierse kust. Maar in onze omgeving zorgt een uitlopen van een hoge drukgebied ervoor dat het heel rustig is. Maar boven het relatief koude water van de Noordzee, ja, daar komen dan af en toe wel gebieden voor met laaghangende bewolking. En omdat de wind noordelijk is, kwam dus vandaag deze bewolking afzakken. En daar hadden ze in een deel van het Waddengebied dus mee te maken. De komende dagen kan daar af en toe ook weer nieuwe bewolking ontstaan en zolang de wind een beetje noordwestneiging heeft en dat heeft hij de komende dagen zijn met name de kustgebieden af en toe gevoelig voor laaghangende bewolking en misschien ook wel mist wat vanaf zee het land op komt drijven. Direct achter de duinen lost het allemaal allemaal heel snel op. Klein addertje dus onder het gras, maar verder is het heel rustig weer in Nederland. Met vanavond nog de laatste stapelwolken in het binnenland. Verder vooral heel veel zonneschijn tot zonsondergang. En vannacht. Nou, dan daalt de temperatuur op de koudste plekken net even onder de 10 graden. En met name in het noorden is er dan risico op laag hangende bewolking of mist. Nou, als dat het geval is, dan lost dat morgen op de meeste plaatsen daar wel op. Alleen op de stranden kan het een beetje tegenvallen soms. Ja, en verder in het binnenland smiddags wat stapelwolken, maar wel een temperatuur die daar dan kan oplopen naar zo'n 24 graden. En de komende dagen dan blijft het prachtig zonnig weer... met dus het risico dat het vlak aan zee soms even tegen kan vallen. Maar landinwaarts loopt dan wel de temperatuur op... naar zomerse waarden van meer dan 25 graden. Fijne avond.